spoor 3. De P-trein naar Hasselt komt zo dadelijk aan spoor 3. Voordat Sam en Rick gearriveerd zijn, was de toestand echt netelig. Wat gaat hier volgend jaar gebeuren? Misschien starten ze nog niet eens mee. Ja. We zijn weer eens dodend gaan. Ja. In supporterskringen werd al snel gezegd, dat zijn twee showmannen. Die komen hier een tijdje de show delen en dan is het genoeg geweest voor hun. Hè. Het seizoen is alle verbiegen. Sportief presteert de spoor een stuk beter als verwacht. Are you ready to rumble? Vizen zelf, herfstkampioen. Met de verleuren derby tegen de Hades zet ons weer bij de twee vietjes op de grond. Duelvrienden, scherpen! Zie je oorlog? Wil een derby? Zien we geen oorlog. Dat is echt kanker. Dat is echt kanker. En het is niet de eerste keer dat er bij de spelers niet genoeg vier uit een sloefekim verdwijnt. Kampioen zijn we dus nog lang niet. Hallo boys. Hallo. Heb je al 10 minuutjes? Of? Ja, is goed. Ja? Zijn met dit klaar? Ja, ik heb het gevoel dat we ergens van onszelf verliezen. Ja, goed. De lat wordt hoger gelegd, wat ook logisch was. In het begin van het seizoen was dat niet. Maar je ziet ook, matchen makkelijk winnen. Zo evident is het allemaal niet. Hè. Ik vind dat ook mooi aan u als trainer, ook dat continu willen voetballen, dat continu willen de aanvalskaart trekken. We moeten daar durven, denk ik, de laatste kwartier. Fouten maken, ballen buiten trappen. Dat sowieso. Dat doen we nul. Hè? Ja, maar dat klopt wel. Het mooie voetbal even achterwege laten. Ja, dat denk ik wel. Maar dat mag wel niet blijven duren. Hè. Het zijn gemiste kansen keer op keer, precies. Hè. En dat gaan we meer en meer tegenkomen. Hè. Voor de tegenstander is het de match van het jaar. Hè. Tuurlijk. En ik denk dat wij een betere ploeg hebben. Ja, maar goed. Ja. Ja, maar dan zullen we direct wel beginnen hier komen. Ondanks onze koppositie in de stand wordt de druk op trainer Benny groter. In de wedstrijd van vanavond kan hij opnieuw vertrouwen opdoen. Hallo. Je mag wel jas aan de kapstok. Het weinig tijd hier, hè? Ja, niet zo heel veel. Nee. Ik knip mijn oren niet af. Nee, dat heb ik al twee keer gedaan. Benny is trainer sinds dit seizoen. Dus hij was er een paar weken toen wij eigenlijk eraan kwamen. Ik heb zowel als van alles geprobeerd. Ik heb eens helemaal blond. Hè? Ja. Het was zo de periode van David Beckham, weet je niet. Zo dat kapseltje. Als klein mannetje heb ik zelfs ooit permanent laten leggen, omdat ik gigantisch Jean-Marie Faf fan was. En als dan de mensen riepen, Jean-Marie, ja, dan groeide ik wel. Hè. Het is een heel warme trainer. Het is niet de strengste, denk ik. Ik denk dat hij iedereen wel tevreden wilt houden. Wat heb ik nog buiten het voetbal? Wat zijn mijn hobby's? En dan kom ik opnieuw op voetballen. Ik denk, ik kan moeilijk indelen dat het leven zonder voetbal is, zeg maar. Benny is wel getrouwd met zijn bal. Sowieso. Met een bal, hè? Met alles. Je bent er altijd mee bezig. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon heel tof. Maar een vrouw staat alleen, hè. Dan. En daar gaat het, hè. Ja, ze is ook de moeder van mijn dochtertje. Ja, ik ben ook de moeder van de dochter. Ja, en we hebben even gewoon een time-out. Even gewoon een rustpauze. Hè? Maar ik moet wel zeggen, het gaat nu wel veel beter dan het ooit is geweest. Niet te kort, hè. Ja, maar ik wil blijven houden, hè. Ja, maar je blijft hoe langer hoe meer afknippen. Maar ja, jong. Dat is goed. Dat is goed, hè. Allee, salut. Ja? Hallo. Succes, Benny. Ja. Benny is een goede zin van het woord in voetbaltechneut. Alles is tactiek. Ik denk ook, het is echt een strateeg. Het is niet voor niks zoiets bij kampioen, hij is stratego. Ik denk zelfs meermaals of één keer. Als hij een top-stratego-speler. Je moet gewoon alles onthouden, dat is heel belangrijk. Hè.
En zo is hij ook als trainer. Iemand die continu bezig is met de tegenstander te analyseren en daar een oplossing voor te willen vinden. Ja, die stratego speelt met voetbalspelers. Ik kan het niet anders omschrijven. Dat is echt Benny zijn stijl, sowieso. Ik kan er niet meer aan. Ik heb geen mineur meer. Nee, hè. Ik heb gisteren een wijs man horen zeggen, met deze kwaliteit die hier zit, als wij scherp zijn, dan winnen we voor 80%. Ja, dan kan alleen nog tegenslag ons van de overwinning houden. Maar mes scherp, hè? We hervatten de competitie in Bocholt, het nummer 6 in de stand. Het verlies in Hades is nog niet vergeten, dus er moet gewonnen worden om onze titelambities kracht bij te zetten. Heel goed beginnen. Ik herinner me dat ik na 20 minuten zeg, maar dit komt hier in orde. Het staat 1-1, Bocholt voor 4, doelpunt gescoord. Maar we geven het zo zelf ergens weer weg. En gevoeld, de andere ploeg anticipeert precies beter op de veranderende wedstrijdomstandigheden. We zijn de controle over de wedstrijd volledig kwijt. 1-1 aan de rust. Het had erger gekund. Donald boys. Hey, boys. We zijn zelfs in de fase. We hebben 10 weg van ons dag zijn gehad. Nou, verdomme man. Ik zag toch ook al van in het begin dat dat heel raar stond allemaal. En er werd ook niet ingegrepen, had ik de indruk. Kom, niks gebeurd. Ook de tweede helft biedt geen beterschap. Bocholt overklast ons op alle vlakken. Voelde als zo vermijdbaar en ook zo word je wel geen kampioen. Hè. Gewoon over 2 meter man volgen. Het is gewoon draaien. Het is gewoon wat we moeten doen. Boys fucking hamer. Gewoon een fucking rug achter die boog. Godverdomme man. Wow, waar gaat je al mee beginnen? Maar je gaat toch wel een rug weg, nee? Nee, de rug? Je komt dan hoger terug weg. Ik heb al in de wels gewonnen. Je begint tegen mij te slaan. Wat gaat je nee. Fucking hell. Waar gaat jij hem? Wint hem. Doe niet zo, hè. Ik heb gezegd, hè. Ik heb gezegd. Voor een aanval. Dat heb ik gezegd. Iedereen denkt naar zijn eigen man. We zijn ook geen kinderen meer. Als het om resultaat gaat, mogen we gerust schreeuwen tegen elkaar. Wat hier nu gebeurt, dat was meer dan een gewone nederlaag. En ik voelde ook zo wat gelatenheid. En dat is natuurlijk niet goed. De afgelopen maanden is onze club in snel tempo gegroeid. Misschien iets te snel. Sporting Hasselt was, toen we aankwamen, gewoon echt een amateurploeg. Operationeel mocht je niet onderschatten. We zitten met dezelfde vrijwilligers en zo die vorig seizoen gemiddeld 200, 250 man ontvingen. Die moeten ineens tot 3-4 uur werken. Die blijven jetonnen verkopen tot 2:30. Daar staat 2000 man. We hebben daar wel een kleine bom gedropt, zeg maar, structureel ook. En dat is gigantisch geweest. Het probleem is, Gilbert is een beetje door, hè, soms. Nee, ja, dat is niet daar. Hè. Nee, dat kan niet dat zijn. Jawel. Gilberto! Hij is er echt. Ik zei het dat hij dat niet hoorde. We hadden nagebeld. We hadden de bel geduwd. Jibbo! Die gaat niet meer. Jawel. Ik ga het niet halen. Maar Jibbo, naast toch.
Als je daar binnen bent, hoort je dat niet. Mag ik dat getest? Ja. Dat kan toch niet. Gilbert is een monument van de club. Hij is een sleutelbewaarder van de hoofdtribune. Ja, die woont echt precies onder die tribune. Het is niet waar, maar het voelt wel zo. Ja, de bel, hè. Nee, ik hoor die niet. Ik hoor die wel. Ja, die hoort je toch, Gilbert. Ja, hoor je. Ik ga het niet halen. Om de werking van de vrijwilligers in goede banen te leiden, is sinds deze zomer Nico aan boord. Arlette, is het goed gekeurd? Ja, een beetje opfrissen. Ja, het is dat, hè. We hebben het materiaal ervoor, dus zelfs soms moesten we het niet gebruiken. Hè? Nico van de Put is onze eventverantwoordelijke. Dus die staat eigenlijk aan het hoofd van alles wat met matchdagen en events te maken heeft. En we hebben gemerkt dat er heel veel mensen hier aanwezig zijn dat niet overeenstemt met het aantal tickets dat we verkocht hebben. Je hebt hier die zij-ingang, waar dat de vroeger een inkom was. Daar zitten nog twee poorten en daar kan het ook zijn dat die af en toe worden opengezet. Dus hier ene, daar ene en dan gaan wij langs daar. Hè. Hallo. Zie, dat was er alleen, denk ik, die het poortje kent. Hè? Dus dat ze langs hier binnenkomen, oh, ja, dat mag niet. De lekken in de toegangscontrole van ons stadion kunnen vrij eenvoudig gedicht worden. Die in onze hoofdtribune zijn een stuk hardnekkiger. Is dat van u? Het lekt in, overal eigenlijk. Gilbert, u mag kiezen tussen twee houtvesten voor u. Of we regelen de tribune. De tribune? Ja. Ja. We gaan dat regelen. Goed, oké. Okay. Als we de ambitie hebben om op te gaan met die club, wat we ook echt hebben, ja, moest er wel echt iets veranderen aan het stadion. En dat is niet evident, want ja, daar is geld voor nodig. Je hebt ook alle ploegen gezien, alle tegenstanders. Die staan vol, hè, op hun shirt. Wij hadden niks. Geen enkele partner, rug, voorkant, niks. Dat is best wel frappant, vind ik, als je dat al niet hebt. Iedere match dat we speelden zonder hoofdsponsor op ons shirt was een verloren inkomst. Masterplan. Via de verhoogde aandacht en exposure rond de club willen we nieuwe sponsors aantrekken. Dat loopt wel. En daar is wel voor de main partner te worden, dat is echt een wedloop aan het worden. Van alle aanvragen en zo die we kregen, bleven er al heel snel drie partijen over. Hè. En dat waren alle drie bettingbedrijven. Wacht even, dus sowieso, dat is voor de hoofdsponsor, shirtsponsor. En je kunt er eigenlijk niet omheen dat dat sowieso een hoksponsor wordt. Hè? Dus dat is denk ik de sector die het snelst geld kan vrijmaken en die zo'n bedragen ook betaalt. Dat is ook een dilemma, Erik. Het ethische. Ja. Oké, maar je moet eerlijk zijn. Eigenlijk is er maar één iemand die dat kan betalen. En dat zijn altijd bettingpartners. Sowieso. 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 In ons sponsordossier, u wel bekend, zeggen wij dat wij onze hoofdpartner twee video's geven. Met ons tweeën. Dat vind ik echt heel moeilijk. Mag ik eerlijk zijn? Ja. Ik wil dat heel graag doen, maar als dat over betting is, vind ik dat best raar. Maar goed, we kunnen zeggen, wij willen ons inzetten in het bewustzijn daar rond. Hè. Dat kan ook. Ja, dat wil ik wel doen, maar ik ga niet... Daar gaan die aan willen meewerken. Hè. Ja. Wij moeten ons toch niet... We hebben het al het moeilijkste om op ons niveau te overleven. Dan moeten wij nog ethische dingen gaan doen die ze bovenaf gewoon totaal nee, niet doen. Nee, dat snap ik wel. Maar ik heb zoiets van... Ik vind zo... Ik heb er op zich minder problemen mee dat op een shirt staat. Want ik bedoel, dat zijn bedrijven die leggen het. We moeten van ergens houden. Maar om als persoon me daarmee te vereenzelven, dat vind ik al moeilijker. Goed dat we dit gesprek eens gehad hebben. Maar er is geen kat die daar aan twijfelt, Rick. Vandaag de Robben de Rode. Fucking hell, jongen. Ik had niet meer zien, jongen. Wat is dit? Na gisteren... Is er nog een druppel in de armen bijgekomen, zeg maar? Ja, voel ik. Ik denk. Ja. We zullen eens zien of hij vandaag zin heeft om te functioneren. Want dat is ook niet elke dag, hè? Wat doet hij daar? Zit daar beginnen dan? Ah, daar is een stuk waar geen stroom is. Dat moet ik straks nazien. Dat wordt waarschijnlijk sporen opbreken. Ja, zo blijf je bezig, hè.
Mijn twee grote passies is modelbouw en Sporting Hasselt. Mijn eerste herinnering aan Sporting Hasselt is de eerste thuiswedstrijd. 15 jaar was ik. Het was een fusieploeg. De twee vorige ploegen, Excelsior en HVV, bestonden niet meer. Wij gingen dus allemaal naar die nieuwe Sporting kijken. Voilà, het was gebeurd. Oh, die sfeer daar dus wel iets speciaals. Ja, Hasselt is eigenlijk een oude voetbalstad die altijd een grote ploeg verdiend heeft, maar er zelden of nooit aan geraakt is. Hè. Of de spelersgroep klikt niet, of het klikt niet met de trainer. Of het bestuur is oneens over de weg die men wil bewandelen. Er is altijd iets. Hè. En uiteindelijk, de beoordelaar van alles is de supporter. En als die lange tijd niks te zien krijgt, dan stemt hij met zijn voeten. Die gaat weg. De kogel is door de kerk. Na veel overleg staat er eindelijk een hoofdsponsor op onze shirts. Ik wist dat we daar kritiek op gingen krijgen, dat we het positieve rond het project en zo, dat wel een duik ging krijgen. Ik zal u een foto trekken. Ik weet waarom dat we het doen en ik weet dat we er iets goed mee doen en dat is voor mij het belangrijkste. En ook over onze lekkende tribune is er goed nieuws. We hebben een afspraak bij de burgemeester. Ja. Ja. Wanneer? Volgende vrijdag. Voor alles te renoveren. Nu, je weet ook hoe dat gaat gaan. Dat gaat waarschijnlijk opgelost zijn als het niet meer regent. Ja. Maar dan als het terug gaat beginnen regenen, gaat het wel opgelost zijn. Zit toch even twee die zet ze bij de stenen goed op elkaar staan. Ik heb de indruk dat je in vorm zit vandaag. Kan dat? Ja, dat kan goed zo worden. Ja, maar dan gaan we je opstellen. Ja, is goed. Ja, goed. Ja. Zet me dan op een halte, dat is gemakkelijk. Hè. Ja, in plaats van Kiki. Ja. Dan moet je veel lopen, we kunnen rustig blijven liggen. We voeren de stand nog steeds aan. Maar de laatste weken zijn de resultaten beneden alle verwachtingen. De komst van Londerzeel, de laatste in de stand, is de ideale gelegenheid om ons te herpakken. Enkel een overwinning volstaat. Waar is geen kat die daar aan twijfelt, Rick? Vandaag de Robben de Rode. Zo zeker van uw spel? Ja, 100%. Nu ligt die lat plots heel hoog. Hè. Je hoort alleen nog maar kampioen, kampioen. En dat geeft natuurlijk nu plots wel een andere druk. We slagen er niet in ons te herpakken. Integendeel zelfs. We gaan met een achterstand de rust in. Wij zijn nergens. Niemand heeft recht van spreken, hè? Niemand, hè? We gaan de recht zetten hier, hè? Recht zetten, hè? Godverdomme! Gaan we niet weer laten weghalen door een ploeg die van onderstand, hè? De match tegen Londerzeel had ik meteen het gevoel van oei, het loopt niet vandaag. We waren ook iets anders gaan spelen dan we gewoon waren. Ik ging erin mee en dan voelde je al snel dat het een mindere dag ging worden. Kom maar niet, kom! Kom maar! Kom maar! Goeie bal, hè? Ja. Wow! Klaas maken! Maar eindelijk, ze hebben nog een divide. Fucking hell, man. Godverdomme, man. Geef hem! Verdomme! Ik kan het niet meer doen, man. We verliezen van de laatste in de stand met 0-3. Het was niemand dat daarop gerekend dat we gingen verliezen. Thuis,
tegen de laatste. Dat je zelfs geen kans maakt, dat snap ik echt niet. Dat, en dat heeft te maken met weer, voor mij, weer met een vechtlust. Ik zie die andere ploegen iedere keer hetzelfde. Die vechten ze veel combatiever. Het is geen kampioenenploeg dat ik gezien heb, ze. Dinsdag opnieuw. Vrijdag vol. Goed zin van de ritje morgen, hè. Ik denk dat de coach een plan had voor Londerzeeland te pakken. Dat is volgens mij niet volledig uitgepakt. Ik ben al een paar keer gespeeld met een te betwijfelen tactisch plan. Het aanpassen, denk ik, aan de tegenstander en niet genoeg uitgaan van eigen kracht. En dat komt ook tot bij ons. We horen dat ook. We beginnen de frustraties te voelen. De druk van de titel begon op te spelen bij de coach misschien. Ondanks dat we wel merendeel van de wedstrijden wonnen, maar wel belangrijke, cruciale matchen dan weer verliezen. En ik denk dat het vooral dat voor ons was om te zeggen van oké, goed, er moet misschien wel iets gaan veranderen. Ik ben in Antwerpen, onderweg naar Sam, om even de trainingskwestie te bespreken wat we gaan doen. Het is wel lang geleden dat ik zo van dingen fysiek slecht ben. Snap ik. Om zo beslissingen te maken. Ook niemand die ons gewoon zegt, doe het dan nu maar. Dus wat beslist jij? Mijn gevoel nu? Ik denk... Ja... Nee, het ambetante is, het is... Uitstel van executie, het is een moment dat ik niet naar uitkeek. Liefst van al, laat ik het zo, ik zie vrijdag wel. En dan kan ik echt gedragen, als het dan op je zak trekt, dan kun je echt ook gedragen zeggen van oké, nu hou het op. We hebben wel gevraagd aan de groep hoe het ermee zit. Dus er zijn een aantal mensen die, zoals je zegt, ik zie het niet goed komen met je one statement, is het dan als je hem wel uitzet. Dus dan zeg je eigenlijk in die spelersgroep, kijk hoe... Je moet verliezen om aan ons duidelijk te maken dat het echt vol is. Ik zeg nu, ben je weg. Hey Davy. Hey Sal. Kun je even bellen of is het komt niet goed uit? Ja, nee, zeg maar. Geen probleem. Nee, ja, na gisteren is er nog een druppel in de emmer bijgekomen, zeg maar. En zij was toch ernstige vragen aan het stellen over het functioneren van Benny. Mm-hmm, ja. En ik heb wel het gevoel dat er na zondag bij de spelersgroep en bij enkele bepalende spelers wel zo'n het geloof ook wat is weggegaan of zo. Die spelers staan niet met schuim op de mond op voor op een veld te komen. Maar alleen want we hebben nu geen T1 klaarzitten of zo. Neemt jij dan over of wat, zie jij dat zitten? Ik vind dat moeilijk, ja. Moeilijk. Ja, dat is een beslissing die jullie moeten nemen. Als die beslissing erover wordt, sta ik 100% dat ik dat doe. En doe ik dat op mijn manier. Hoe je het altijd heeft gedaan, gewoon recht voor de raap. De enige uitweg of de enige oplossing was Davies Rocca, onze T2. De assistentcoach dan eigenlijk tot dan van Benny. Vooral ook omdat dat iemand is die heel dicht bij de speler staat. Stop met je zever. Veel te plat allemaal, hé. Godverdomme, man. Davy, weet ik, dat seizoen ervoor heeft hij ook overgenomen. Hebben ze denk ik 8 keer van zijn 10 matchen gewonnen. Maar is vooral een heel goede people manager ook. Je klopt je eigen, je klopt je ploeg, je klopt Hans, de supporters. Uitgaan van eigen sterkte, niet te veel tralala tralala, niet een tegenstander te veel analyseren. Nee, gewoon, wij gaan ervoor en we gaan er 120% voor. En de grinta en de energie in een wedstrijd. Goed, we gaan nu op de hoogte, goed? Ja, we gaan het zo blijven. Oké. Okay. Davy. Bye bye. Goedenavond. Goedjes. Eindelijk iemand die dat gewoon zegt. Ik geloof dat we moesten ingrijpen om onze doelen te halen. En dat is kloten, maar dat is de beslissing die ik op dat moment moet nemen. Ik hoor wat ik hoor en ik voel wat ik voel. Dan moet je handelen. En dat hebben we gedaan. Maar de maagpijn is wel weg. Dat weet je hè? Ja, dan weet ik het. Nee, weet je het. Hey Benny. Hey. Ik wou even vragen, heb jij plannen vanavond toevallig? Dan zouden wij misschien kunnen afspreken op de club. Over een uur.
een keer eens praten. Verslagen, hè? Ja, vol onbegrip natuurlijk. Een beetje woede misschien ook. Kun je zeggen van ja, de laatste weken na nieuwjaar is het spelniveau iets minder. Nogmaals, ik ben niet akkoord mee. Het was niet goed, okay, maar elke ploeg heeft zo'n mindere wedstrijden of een mindere periode. Elke speler heeft in het seizoen wel een moeilijkere periode. Dus ik vind het totaal gereden. Ik vind het te zot voor woorden als je op kop staat, dat je ergens kampioen bent, dat je de periodetitel kan winnen, dat je dan een trainer aan de deur gezet wordt. Ja, voor mij moet het niet zotter meer worden. Voor mij is geen enkel argument goed. Iets wat je niet hebt af kunnen werken, een succes dat je misschien aan het realiseren waard, een droom die je misschien kon waarmaken, die wordt brusk afgebroken. Dus ja, voorbij. En dan veel Facebook-reacties dan natuurlijk. Ook sommige bedreigingen gekregen. Ook wel berichten gekregen van vrienden. Van ja, ik zou de reacties niet openklikken. Ik zou daar niet aan beginnen. Je weet dat je daar heel veel tegenwind gaat krijgen. Want wat denkt die wel? Die vond dat echt gruwelijk. Die heeft er heel de nacht slecht van geslapen. Die zei van, op die Facebookpagina, we worden afgemaakt. Dat ik zei van, lees dat niet. Ja. Zwarte periode. Bij mij voelt dat toch aan zoals een beetje een slag in mijn gezicht ook. Van, ik heb slecht werk geleverd. Ik heb iemand zijn job ontnomen. En terwijl ik er ook mede verantwoordelijk voor ben. Dus dat was voor mij ook wel weer een signaal van, verdomme Niels, het moet toch beter. Het is spijtig voor Benny de vorige dat hij is moeten gaan. Maar de vervanger is niet een vreemde. Hè? De vervanger is Davy Schroka, een oud-speler die we heel graag hadden hier. Ja. Het is gokken soms. Hè? Gokken is leuk voor wie wint. Goed jongens, we hebben de samenwerking met Benny stopgezet. We hebben als bestuur en als technische staf de laatste weken veel gesproken dat we vinden dat het niet goed genoeg is. Het is ook natuurlijk, en dat is misschien het belangrijkste voor vandaag, niet alleen Benny zijn verantwoordelijkheid. Ik vond dat we mentaliteit de laatste matchen wel te weinig was. Davy gaat voorlopig het seizoen afmaken. En we verwachten andere mentaliteiten, meer grinta. Ja, daar zal Davy jullie op wijzen. Absoluut. Dus jongens, zoals Sam heeft gezegd, de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij Benny, die ligt ook bij jullie. Ik ben een man van weinig woorden. De jongens die me kennen van vorig jaar, die weten hoe ik werk. Ik ben gewoon eerlijk, oprecht, recht door zee. Bij mij telt maar één ding, dan blij. Dat is wat telt. Goed? Kom, hop. Klaar. Go, go! Davy neemt zijn spelers meteen op sleeptouw. De ploeg toont vechtlust. We winnen 4 van onze 5 volgende wedstrijden. Maar uit een andere onverwachte hoek is er een stormopkomst. De supporters van Racing Mechelen zijn onze passage in een stadion blijkbaar nog niet vergeten. Goed. Dus gaan we met de politie? Ja. Ja. Dus verschillende bronnen zijn er verontrustende berichten gekomen. Waarbij dat ze eigenlijk stellen dat het echt een verhoogd risico is. Dat wil dus van alles zeggen, zeker de organisatie toe, dat wij nu echt onmiddellijk moeten aanpakken. Dus politie vanuit Antwerpen hebben toch berichten opgevangen dat er ook supportersgroepen vanuit Nederland komen. En dat wil niet zoveel goed zeggen. Racing Mechelen, de hele match. We zijn daar gaan winnen met 0-1.
Wij zijn toen uit alle enthousiasme... Dat was ook de enige drijfveer die maakte dat Sam en ik op een bepaald moment op het veld kwamen om onze supporters te gaan groeten. We zijn daar echt bont en blauw gescholden, denk ik, door de mensen die op de tribune zaten. En er werd ons niet in dank afgenomen dat we op de heilige grond van hen eigenlijk zijn gaan vieren. Dat komt op neer. Mogelijke wapens in het stadion zijn afgedekt. We zitten met over de 20 stewards. De politie gaat hier voltallig aanwezig zijn. Dus dat hoeveel zijn politie zit hier? 40. 40 politieagenten? Ja. Dus ja, ik hoop dat het een plezante voetbalavond wordt, maar bij mij zal het toch mijn klein hartje zijn. Als we voorkomen, als ze de mensen gaan stilleggen. Daar hebben ze blijkbaar in de bus al opgevangen. Zeg, wauw, maar oma, wat is dat hier? Wij zijn showmannetjes, wij zijn cinemamannetjes, maar we staan er wel. Mag ik u iets vragen? Graag. Ik zou graag een bel willen. Ja, de bel, hè? Nee, ik hoor die niet. Ik hoor die wel. Ja, die hoort je toch zo graag. Dat hoort je. Ik ga het niet halen. Volledig draadloos moet die zijn. Ik dacht, die ook wel kan meepakken, zogezegd. Ja, en 36 muziekjes, dus ja, heeft de keus. De komst van Racing Mechelen zorgt voor hoogspanning op de spoor. Nico, onze eventverantwoordelijke, laat samen met veiligheidscoördinator Danny niets aan het toeval over. Want eigenlijk, dit moest open blijven. De spelersbus moet hierin stoten. Daar heeft het stad geplaatst, hè? Danny, gaan wij die een sweep doen? Ja, anders is het geen smal genoeg. Ja, tuurlijk. Kun jij er tussen? Je hoofd naar beneden. Ja, ja. Top. Je komt er niet uit totdat je dat vuurwerk gevonden hebt, hè? Hier komen stewards staan. Ja. Twee, drie. En daar komen twee, drie stoers staan met front naar de supporters. Ja. Omdat je dan een barrière schept die toch een beetje afschrikt. Ja. Danny voor Nico. Die een blok dat jij verspreekt, ja, we hebben die nodig voor de bescherming, maar dat is wel vastgemaakt. Goed. Bedankt om op zo'n korte tijd hier aanwezig te zijn, voor ons wat mee te noten helpen voor moest er iets gebeuren. Pak geluiden op, hè. Best. Ça va. We zijn goed voorbereid. Ik denk dat we bijna rond zijn. Alles. Hey, chique man. Ja, ja. Top. Ik heb mijn tour gedaan. Heb jij nog dingen gevonden? Mijn opmerkingen? Geen. Echt, jongen. Niet vandaag, alstublieft. Geen moppen. Ik kan niet begrijpen dat die knopje niet werkt. Dat werkt niet. Dat is niet werkt, tot morgen terug. Door stevige politiebegeleiding arriveren de bussen met racing-supporters. Kunnen wij helpen met uw bel? Ja, kom. Wat is dat met die bel? Ja. Jij kent toch alles, hoor. Jij kent alles, weet je. Mag ik even zitten? Zit ik ermee? Wat is er in de stad om weer aan het urineren? Ik moet echt pissen van dat geluid hier. Ja, ga maar. Nee, ik wil helpen. 15 seconden, ik geef 15 seconden. Okay. 3, 2, 1. Wacht. Doe ik het? Maar zit dat er goed in, die batterij? Ja. Min plus. Dat is iets harder titsen, hè. Maar je kapot. Aha, de voorzitters. Kat. Ja? Net op het moment dat onze mannelijkheid stevig op de proef wordt gesteld, arriveert Kat, de nicht van Sam. Wat snap je dit? Ga even kijken. Ik snap er niks van. Ja! Nee! Ja! Oké, we gaan hem plakken. Weet je wat ik besef? Voetbal
is echt gewoon een hoop jongens zonder vrouwen. En dit gebeurt er dus. Als er geen vrouwen zijn. Als er een wereld zonder vrouwen gecreëerd wordt, dat is vuiligheid en chaos en zo wat. Blij zijn voor een bel. Ja, typisch. Voilà. Chibo. Chibo. Het is eigenlijk de bedoeling voor bij het bestuur. Ja. Het is gewoon voornamelijk om te voorkomen dat als er een veldbestorming of dat er tumult is, dat jullie gewoon dichtbij zitten, dat je het een beetje kunt coördineren. De eerste keer dat ik in Sporting binnenkwam, de eerste wedstrijd dat ze speelden, was het eigenlijk stil in dat stadion. Allee, stil omdat er gewoon nog niet zoveel supporters waren. En als ik dat heb zien evolueren naar nu, dat was waanzin. Wat een mega groot verschil in politie, in supporters. Je naam? Tom. Tom. Je collega? Mark. Tom en Mark. Goeie namen. Veilige namen. Veilige namen. Ik werd ineens geflankeerd door twee kleerkasten. En dat waren twee buitenwippers van de Versus. Discotheek in Hasselt. Dus ze hadden blijkbaar dreigementen gekregen dat ze dan helemaal elkaar geslagen zouden worden. Ik dacht, waar, maar wat is dat hier? Een belangrijke test, toch. Maar ik denk als niet per se alleen naar Nico, maar naar heel, heel de club toe. Ook qua infrastructuur een test, denk ik. Zo'n grote risicomatch voor ons niveau. Een test waarvan er volgend seizoen, als we opgaan, meerdere dat soort matchen gaan zijn. Hè. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Nu is het aan de spelers. Als we voorkomen dat ze de mensen gaan stilleggen. Daar hebben ze blijkbaar in de bus al opgevangen. Daarom heb ik stewards gezegd. Ah ja, voilà, oké, top. Dat toch niet voorkomen? Nee, het is dat. Het is goed. Als ze een goal maken, zouden zij overkomen. Maar stewards zijn ingelicht. Ja, oké, okay, voilà. Perfect, dankjewel. Kun je niet meer doen? Nee, top. Iedereen is verbeterd. Oké, top. De gevreesde veldbestorming blijft uit. De wedstrijd kan gewoon doorgaan. Zeg, zijn de drones nu aan het vliegen? Ja, achter u. Ah ja. Het was 3-0, maar het was echt een goede wedstrijd. Als hij dat aanhouden, speelde hij sowieso los kampioen. En ik vond dat het verschil in het spel echt wel groot was dan 3 maanden geleden. Dat die ploeg elkaar gevonden heeft of zo. We winnen de wedstrijd overtuigend met 3-0. Maar voor het eerst kunnen we onze supporters niet gaan groeten. We hadden van de politie een briefing gekregen, maar blijkbaar bij de Racing Mechelen fans het rondging. Als wij het veld opkomen, na de match, maakt niet uit wat, dan gingen zij het veld opkomen. Ricky, blijf zeker hier. Ik heb hem eens bij inslagen, alsjeblieft. Ik heb Rick gezien, hij had geen blauw oog, dus ik denk dat het mee is gevallen. Geen enkel zwaar incident of niks noemenswaardig. Dus ook wat pluim naar de organisatie, naar die politiemensen, naar iedereen toe. Ik denk wel dat Nico zijn peren gaat gezien hebben. Hij ziet er veel grijzer uit nu. Ik denk dat dat door die week was. Maar geen miserie gehad? Nee. Het was goed. Het is goed verlopen. De supporters van Racing Mechelen zitten op de bus naar huis. We kunnen dus eindelijk onze overgebleven fans bedanken.
Ricky geeft een vat. Wat kost dat, een vat? Ik heb een voorstel. Ik geef een vat als Ricky er ook in geeft. Wat kost een vat? Wat kost een vat? Wat kost een vat? Hij geeft een vat. De club heeft sportief en structureel enorme stappen gezet. Op de spoor dromen we nu van iets meer. Iets dat we tot voor kort als onmogelijk achten. De titel pakken. Maar daarvoor moeten we eerst voorbij onze grootste concurrent. Belizia Bilze. Wat dacht je? En wat verwacht je deze over? Vrij pittige match. En voor de rest de billen dichtknijpen. Ja. Moet ik Rick eens bellen? Ja. Ik ben dus naar de kapper geweest. Ik heb iets te speciaal gedaan voor mijn doen. President. Zeg, zien jullie Sam zijn nieuwe koepen eigenlijk? Ik vind het heel leuk voor een dealer. Ja, het is wel zo wat, maar ik vind dat heel cool. Ik ben wel zo wat voor Johnny. Nee, ik vind het goed, Sammy. Ik vind het echt goed. Oké. Okay. Oh, laat gaan we even terug naar Belzen. Oh, wel, ik ga het nu checken en ik laat u weten. Oké, laat me weten. Oké. Okay. Yo. Ja, met mijn auto of met die van u? Met die van mij? Mm-hmm. Oei, maar ik weet wel niet of ik genoeg knapt heb, hè? Oh, maar. Zeg je nerveus? Nee. Zeg je niet nerveus? Ja, gezond. Niet extra of zo. Want je bent al heel de ochtend wat raar aan het doen, vind ik. Ik voel aan alles dat hij wel stress heeft. Onderbewust. En ook hoofdpijn. Al 2 dagen. Sam heeft echt nooit hoofdpijn. Dus ik vind haar. Ik hoor overal. Beste ploeg, Belizia. Beste voetballende ploeg. Over ons hoor je niks. Wij zijn showmannetjes. Wij zijn cinemamannetjes. Maar we staan er wel. We staan eerste. Wij gaan laten zien vandaag. Zelfs een trainer daar op tv. Pronostiekje, 3-0. Wij gaan laten zien, boys, vandaag. Wij gaan laten zien vandaag wie wij zijn. Wij gaan laten zien dat we klasse hebben. Dat we de toppers zijn. We gaan genieten van deze match. Als een ploeg. Wij gaan hier gas geven. Hè. Wij gaan hier vullen. En wij gaan hier een feestje maken. Kom op, hè. Dries, zet je tv al op? Ja. Het was sowieso de belangrijkste match van het seizoen. Een heel seizoen al. Allee, ik denk vanaf speeldag 10 of zo dat wij in elkaars kiel nog zitten. Dus de stakes waren wel hoog. Ja. Ik denk dat de wedstrijd tegen Belizia een rood gedaan gekruist voor mezelf, voor de club, maar voor heel Limburg, denk ik. En ik denk dat heel Limburg naar die wedstrijd uitkijkt. Het is te vroeg om te zeggen dat het een echte titelmatch was. Maar het komt toch heel dicht in de buurt daarvan. Er is nog niet gescoord in de eerste helft. Maar Belizia Bilze zit een stuk beter in de wedstrijd dan wij. Zwakke match. Waar waren we eerste 20 minuten, boys? Straal vertrouwen uit. Ga voetballen. Niet overhaast. Nu zijn we lange ballen, balk op terug, kunnen we weer lopen. Even die rust in die ploeg bewaren en dan ga je terug voetballen. Maar die nul is heilig, hè. Die nul geven we niet af, hè. Die nul is heilig, hè. Maar hey, kom, scherp, hè. Hey, we zijn klaar, terug, hè. Hey, ref. Scheids! Hey! Godverdomme, man. Voor Belizia.
Als we niet tegenscoren, springen zij over ons in de stand en zijn we onze leidersplaats kwijt. Kom op, Sporting! Heel de corner. Kleine 5 minuten op de klok. Zoeken! Kom op! Oh! Wie is dat eerste? Wat denk je? Bij ons voelde het echt wel als een gewonnen veldslag, ook al krijgen we allebei een punt. Klasse, boys! Zo speelt je kampioen! Wie zijn de kampioenen? Wij! Kom op! Het is ook de eerste keer dat ik het meemaak, zoiets. Dat er zoveel van afhangt en dat ik het zo graag wil. Maar ik denk ook altijd van, hoe meer hij het wilt, hoe minder dat naar jou komt. Dus ik wil het niet te veel. De afgelopen maanden heeft de spoor zijn pieren weer gezien. Maar bij onze nieuwe entraîneur hebben we stand gehagen. 4 matchen voor het laatste van het seizoen staan we nog altijd aan de kop van het klassement. We hebben al in eigen hand. We mogen beginnen te dreamen. Onwards, voorwaarts. De titel ligt nu echt in bereik. De positieve evolutie die de overname gebracht heeft, heeft ons op een ander niveau getild. En nu zijn we waar we zijn. En nu moeten we doorbijten. Hè? Nee. De wortel hangt voor de ezel. Hè? Hij moet hem nog eens pakken. Hè? Alle geluk voor de ploeg. Is het nog een finale? Het kan toch niet, zeg. Voor de spelers. Ah! En alle mensen die ermee bezig zijn. Ja. Eigen dikke schaal gewonnen. Goeie voetbal. We moeten geen medelijden hebben. Hè? We zijn fucking winnaars. Hè? Fucking hell, man. Maar afijn. Oh nee. Dat is niet goed.